Zo, Timo, hartstikke leuk dat je er bent. We hebben net een driver sessie gedaan. Kun je eens vertellen, je hebt bij ons anderhalf jaar geleden nieuwe ijzers gekocht. Je hebt telemeter ijzers gekocht. Hoe lang speel je nu en wat voor niveau speel je? Ik speel nu ongeveer 5 tot 6 jaar. Ik speel op handicap tussen de 15 en de 20. Voordat ik bij jullie een fitting... Voor de fitting bij jullie had ik redelijk slechte ijzers. Ja. En die ijzers die ik toen bij jullie heb ontvangen na de fitting, die hebben mij enorm geholpen bij het verbeteren van mijn handicap. Leuk. Het zijn enorm degelijke ijzers. En game improvement ijzers die ik precies nodig had om verder te komen in mijn spel. En heb je gemerkt dat je niet alleen verder sloeg, maar ook dat je constanter werd in de baan? Dat je gewoon strakker de bal ging slaan? Ja. Het fijne van Game Improvement Irons en de ijzers die ik nu gebruik is dat het moment wanneer je één keer een toch wat verkeerde bal raakt, dat je direct niet afgestraft wordt. Okay. Maar dat je dan in ieder geval nog semi-rough, misschien fairway, de forgiveness van zulke ijzers, dat maakt het spel ook veel leuker. Oké, fantastisch. Hartstikke leuk. Nou, nu vind ik het heel knap dat je in zo'n korte tijd al zo'n mooie redelijke handicap hebt. Materiaal alleen is het natuurlijk niet. Doe je zelf, train je ook veel, oefen je veel? Het gaat gepaard met oefenen natuurlijk. Het is nieuwe ijzers, je moet ze wel begrijpen. Dus je moet ze ook veel spelen, veel oefenen. Ja. Veel baanervaring blijven lopen. Elke week probeer je 1 of 2 keer te spelen. Het hoeft geen baan te zijn, maar soms even naar de range. Puur voor vorm erin te houden. En het is net als fietsen. Je verleert het niet, maar probeer het wel bij te houden. Super cool. Je had een hybride, die vond ik misschien toch niet goed achteraf. Dus daar heb ik net even de shaft van gewisseld. Die moet je even testen of dat wat beter gaat. Nu zag ik in je tas dat daar eigenlijk een houten 3 mist. Die is voor later. De driver, we hebben net de driver gedaan. Hoe vond je de aanpak van de driver? Heb je het idee dat het een verbetering gaat worden op wat je tot nu toe had en deed met je driver? Ja. Nou, de driver die ik voorheen of nog steeds heb, binnenkort niet meer, die was wat aan de oude kant. Dus wat je krijgt is, je leert spelen met een oude driver, maar je mist toch de forgiveness van de toekomst, of tenminste van de technologie vandaag de dag. Je mist de afstanden die je er extra bij krijgt. En ik merkte met jouw hulp dat we eigenlijk al vrij snel hebben gevonden waar ik naar zocht. En dat is een verbeterde driver, een goed spelverbeterende driver. En mocht je hem een keer verkeerd slaan, dan ligt hij niet in één keer bij de buren, maar dan heb je hem nog steeds in de rough of the fairway. En ik kan niet wachten om hem mee te spelen. Nou, superleuk. Even vanuit techniek. De kop die Timo in zijn huidige driver had, die was licht. Het was een oude Cleveland met een stiff shaft die eigenlijk op regular plus zat. We hebben de kop zwaarder gemaakt. Het is een ping driver geworden in dit geval met een stijvere shaft die tussen de stiff en extra stiff zit. De spin rate ging van 3600 naar onder de 2600. En je zag met name veel meer stabiliteit gepaard met een paar kleine swingaanwijzingen. Maar je had eigenlijk niet heel veel nodig. Nou, dankjewel. Geen dank. En jullie ook enorm bedankt. We hebben net de driver fitting gedaan bij Timo. En wat je bij Timo heel mooi zag, is dat hij een club had die veel te soepel was. Waarbij hij eigenlijk een veel te veel spreiding had. En die spreiding was zeg maar over de volledige breedte van de fairway. Uiteindelijk zijn we geëindigd met een club die veel stijver was, een zwaardere kop had. En in de oranje cirkel zie je dat de carry met 20 meter toenam. En de dispersion, dat is de spreiding, nam ook enorm af. Zijn gemiddelde carry ging 20 meter omhoog. Er zat 18 meter rol op de bal. Gemiddeld zat hij op 2,36 met zijn driver. En daarvoor was er heel veel spreiding tussen de 2.10 en 2.25. De controle in combinatie met een paar hele kleine swingaanwijzingen zorgde ervoor dat hij eigenlijk alles met een hele mooie balvlucht sloeg. De getallen die we nu op het scherm zien zijn van de houten 3. Gaan we even terug naar de driver. Dan zie je dat bijvoorbeeld heel mooi deze bal down the line, heel mooi kaarsrecht.